Yo, krijg je niet tegen. Dan ben ik samen met Mark met een potje Minecraft. We gaan eens even kijken als ik iemand in zijn aard kan repen. Zou niet zo heel moeilijk moeten zijn. Okay. Mark doet zijn botten ongeveer mijn oor al repen, dus... Goed begin. Dat is het halve werk. Dat is een reden dat ik geen mechanisch toetsenbord meer heb. Ik heb gewoon de mechanische shit eruit versleten gewoon. Fijn. Oh ja, nee, die laatste zou ik niet aankomen. Dat was ik toevallig. Oh ja, nee, heb ik weer een gereed. Oké, wacht even. Waar zitten al die mensen dan? Ergens. Die me altijd op het repen. Ik vond Dixite altijd wel een leuke map, Dixite 1. Maar die is er niet meer. Wow, weer een rare shit. Oh, double kill. En dat was Mark. Ook hallo. God, wel net, was ik weer een dood. Niet door mij. Oh, Govo speelt ook een keer dit spel. Dan weet je hoezo je al niet meer wint. Soep. Nou, gaan we weer. Even kijken, waar zitten alle leute? Ik begin ook Duits te praten. Er was genoeg gekillsteeld. Ik ga niet fatsoenlijk weer lopen. Jij wel? Nee, niet echt. Dan gaan we de telefoon nog een keer random af. Ja, kort. Ik kan hem even uitzetten. Het is echt. Het verbaast me nog steeds dat het nog steeds niet aan het updaten is. Want dan weet je wel hoe Harry dat gaat geven. Of ben je gewoon zo te concentreren nu? Zoiets. Hoppa, double kill. Ik weet niet hoe. Ik ook niet. Is het een tip al? Free money en stuff. Altijd fijn. Hoppa, iemand is een back. Zo'n ruggetje. Maar ik denk binnenkort eens een nieuwe serie gaan starten. Dat kan. Een modpack Minecraft serie. Voor zondags. Dat is een uitstekelbaar plan. Maar ja, misschien ook niet. Want als je één keer in de week kan het echt heel lang duren voordat je alles hebt. En misschien zodra ik de serie ook af heb, dan ga ik ook wel anders doen. Een serie, maar ik weet nog niet precies van. Hoeveel kills heb ik dan eigenlijk? Ik sta er helemaal niet bij. Gewoon zo'n noob bent. Dank. Maar dat is een heel ander verhaal. Ik heb nog een paar spellen die ik wil gaan spelen, maar ik ben eigenlijk niet geschikt om in video's te gaan doen. Sommige games lijken me in de livestream gewoon veel leuker. Zoals een game als Polybridge, ik heb nog een paar spellen van liggen. Die heel erop lijken. Die lijken me best wel leuk om te spelen, maar niet om het zo te doen, als in een video. Meer in de vorm van een livestream lijkt dat spel echt geweldig. Als ik eerlijk mag zijn. Oh, weer een double kill. Zo, de derde. Oh, die had random luck. Waar zitten alle leute? Alle mensen, waar zitten die? Oh my god. Ik spawn net, van gelijk weer gedood. En nu al eer. Ja, maar dat ben jij. Waarom ik heb ik hier niet dood? Jongen, ik spawn net! Ja en? Dat boeit mij niks. Heb je iemand al een kill gemaakt al? Ik begin het te betwijfelen. Nee, dus. Maar ik word ook van iedere kant eigenlijk genaaid.
Maar dan hoop ik niet voor je. Dan heb je al genoeg kinderen, denk ik. Ja, misschien wel. Oh my god. Je hebt helemaal geen kinderen. Je hebt helemaal geen kinderen. Je hebt helemaal geen kills, hè? Nou, niet veel. Iets van 2-3 of zo? Dan had je op het bad gestaan. What the fuck? Je jaagt er ook weer iets door de straat met een aanhangwagen of iets dergelijks. En dan doek doek doek. Ja, precies. Ik weet precies hoe het gaat. Ja. Dit is heel erg frosty. Moet ik de kachel aanzetten, dan wordt het waterig. Nee. Ik zit echt heel raar op mijn stoel. Ga ik even goed gaan zitten zo. Comfortabel. Ik moet je achterover gaan hangen nu. Waar kom ik? Drie mannen rennen op me af. En ik overleef volgens mij wel. Oh, nevermind, nu niet meer. Oh, dat iemand een double kill. Ik heb mensen weer in kunnen halen. Dat ik een double kill kan krijgen. Dat zou best wel chill zijn. Ben je überhaupt al een kill? Ja, 4. Oh ja. Maar die golf die schiet echt super snel. Ja, maar weet je hoeveel die gast het spel speelt? Te vaak. Ja, en die is MVP plus. Dus ik krijg voor 1 kill bijvoorbeeld 5 coins. Voor mij 5 coins. 16. Ja, 16 coins krijg ik per kill, maar hij krijgt nog een keer 7 eroverheen. Ja. Stel eens uit hoeveel dat is. Te veel. Hey joh. Was dat een invisible blok waar ik net op sprong? Hey, invisible blocks. Probeer naar voren te gaan, maar it does not work. Dan moet je twerk, make it twerk. Ah, scheisse. God. Nope. Echt, de tweede keer dat je pas kill ofzo. Oh, die gogo is er weer. Zucht. Gogo is echt zo annoying. Nou, inderdaad. Voor mij gaat het denk ik iets van heks of zo, want je kunt nooit zo snel zijn. Je weet ook elke keer precies waar je staat. Ja, alsof die een of andere minimap gebruikt. Ik stond van boven en in één keer zag hij mij. Heb hem. Weet ik niet, maar... Maakt wel zoveel easier als je de juiste tools hebt. Ik ga straks ook een keer kijken op zijn profiel. Maar in ieder geval, laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg! Doeg!